Jou bent de vrouw van een van de koetsiers, toch? Ja, dat klopt. En hoe weer het knieskrek? Nou, heel geweldig. Maar wel spanning hier. Ja, ik heb de kriebels een beetje. Als je dat zou aankomen, jongen, de beide mannen, dan denk je dat we dit beleven mooier zijn. Fantastisch iets, schitterend om hun te zien. Echt zeer prachtig, Ruud Maxima natuurlijk. Ja, heel leuk om erbij te wezen. Ik heb eigenlijk wel gejuicht, toegejuicht. En ja, dat was wel een beetje. Hilda gaat springen, ja, gaat erover, ja, komt erover. Geslagen. Nu aanloop en denk om die afsprong, ja. Majestueus! En daar komt Bakker Boonstra met een van zijn streekproducten. Dat is het suikerbrood. Hij dook het direct op de zoekenbal. Oh, heerlijk, zei hij. Fantastisch. En Maxima, wie er ik zeer verguld blijf, die zei. Ik heb drie dochters en ben ik alle drie van zat op zoekenbal. Dus dankjewel, ze vond het mooi. Dus ik ga met zoekenballen mooi. Ja, ik denk dat ze morgen hier aan de zoekenbal op het ontbijt hebben. Dat denk ik mooi aan. Alexander zei, wat hebben jullie dit weer prachtig georganiseerd, zei ja. Nou ja, ik zou eigenlijk maar een moeder vol tosken. Ik zei, ja maar je zei het. Dus dat is nou de koningin een high five, jong. Ja. Hoe stoer is dat? Cool. Heel stoer, ja. Cadeautje aan een joen en ik kies ik nog het haar joen. En wat zie je er in dat cadeautje? Traienrakjes voor Amalia, Alexia en Ariane.